Nee, maakt niet. En ik zit weer op Blue Magic. Ja, ik neem dit dus achter, zeg maar, die andere video. Maar dat boeit niet. En dit is een prachtig paardje. Vind ik. En ja, ik heb de manen veranderd. Ik vond het gewoon leuk. En niemand heeft het, dus ik dacht, ik doe het lekker wel. En toch geen niemand heeft het, dus ja, dat vond ik wel leuk. Het loopt volgens mij bijna, het loopt een beetje als een... Volgens mij, ik heb nog geen eigen handel, maar... Nee, op. Dus, cc. Ik had het niet goed gezet. Sorry. Ik neem op, dus cc. En Blue Magic is al level 2. Oké, ik ga naast deze grote huis. Oh, ze is weggegaan uit de club. Toch wel in mijn video. Ja. Ik kan ook gewoon niet overlezen. Hij is zo mooi. Kijk, dit beest. Nou ja, niet beest, maar gewoon. Ik denk dat er nog nieuwe uitkomen. Dus ik wacht echt met mijn Starcoin uitgeven. Ja, een ijslander, een ijslander, een aardappel. Ik hoop alleen wel dat deze zo blijft. Deze is in mijn homestable blauw met die gewoon in de manen. Maar gewoon, ik vind hem wel echt mooi in het grijs. Ja, gewoon, ja. Maar ja, mijn homestable is niet zo mooi. Boeit niet. Hij heeft gewoon bloemetje. Blauwe magie. Blauwe magie. Wauw, dat was echt fijn. Met dit dekje en zo. Je hebt een plekje in de race. Voor het kampioenschap. Blijf in het startgebied tot de race begint. Start over 41. Ik weet je. Jullie zullen bedenken. Waarom ga je nou op je. Ja, ik weet niet wat er was. Waarom ga je dan op je allereerste paal op Jorvik? Nou, dat komt gewoon omdat ik, ik had gewoon zin erin. En ik had geen zin om op mijn quad te rijden. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker op mijn pony. Ja, ik weet niet, het is geen pony. Maar, gewoon. Ik vind het wel jammer dat het geen pony zijn. Aan de ene kant weer niet, maar aan de andere kant wel. Want, ja, pony, die kunnen mee dan een ponytje. Maar ja, hij is veel te snel daarvoor. Wacht, wedstrijd op te maken. Als ik heb nu nog dit zadel om en dit hoofd staan, maar straks. Als ik in een groep zit, doe ik die betere om. Dan doe ik deze om. Goed hè. I know. Wedstrijd op maken. Wacht, wedstrijd op maken. Yay! Ik ben zo blij met mijn paardje. Paardje. Wat? Het is toch 8:30? Oh mijn god, dat wist ik niet. Yay, we gaan omlaag. Oké, andere groepen maken. Oké, ook goed. Nee, waarom doet die shine dan mee? Zo moeilijk. Iedereen zit in... Water Spirit. Nou, wat een leuke naam. Nee, geen kwalter. Dit is echt zo gemeen. Hoe kan ik hier ooit van winnen? Moet dit? Oh shit. Okay, let's go over dit. Sorry dat ik zit zei. Dat is ook niet erg zo. Beter chips zeg maar. Oké, let's go! Woehoe! Ik heb mijn Morland zadel om en mijn Morland teugels. Die zijn gewoon beter. Dit paard is gewoon van level 1. Ik dacht echt van nee, straks staat hij in Epona of zo. Ik dacht nee, dat had ik. Auw, oh, dat deed pijn. Dat had ik dus echt niet leuk gevonden. Maar gelukkig staat hij gewoon in een weerwoord. Wauw, ik ben zo blij met hem. Oké, let's go for it. Oh god. Wat? I really, really... Oké, ik ga sowieso niet winnen. Kijk dan. Hoe sloom. Maar ja, straks maken misschien allemaal mensen bloedpaars. Dit boeit me dus niet. Ik win sowieso niet, maar gewoon voor de leuk. Ik krijg 25 Jorvik chilling, dus waarom zal ik niet gewoon meerennen met deze mensen wassen? Wat? Looper, I know. Dit was zo doen. Oh, dit stukje. Ik wil echt een keer mee doen met mijn kwalter. Ik vind het echt best een leuke race. Wat? Ik zie niks. Oh, hola. Oh, lekker.
Shit, ik kom hier nooit even voorheen. Dat wist ik gewoon. Oh god, ik sta nog stevenste. Oh, zevende. Nou, achtste. Hé, dat kan niet. Niemand haalt mij in. Oh, zevende. Ja, gewoon inhalen. Okay. Ik leg dus het paard. Ik weet niet meer wat er hier is. Ik ben zo graag over. Oh my god, mijn paard is moe. Dat merk ik. Echt niet dit stukje. Oh, oh. Hoi. Het is ook echt een moeilijk stukje om bloopers te maken. Oh, goed. Ja, maak wel een bloeper. Goed zo. Level 2. Zo. Ja, ha. Lekker. Oh, wat? Ik kan in jullie koe heen. Weet ik dat? Wat zegt dat dan nog voortaan? Weet ik dat? Ik ben 7. Oh, zij is een tweede, hè? Of derde. Ja, ze is een tweede. Nee, ze is niet aan. Dat is zo triest. Nee, niet stomme schaap. Ik ga lekker voor. Wat is dit nou? Waarom stopt het beest? Oh my gosh, moest dat? Oh my gosh, ik weet niet wat ik zeg. Oh my gosh. God, paas! Ik doe echt niet meer mee in deze manier. Kijk, ik sta laatste knap, hè. Kijk, als het nog 7 is, dan dat ik het leuk heb gevonden. Oh, shit. Ik moet ook even deze gaan. Ja, ze laten. Oh, ha. Doei. Woe. Oh, stond een vlaggetje. Stop. Oké, iedereen kan nu al gaan lopen. Zo leuk is dat. 16. God. Ik ben laatst. Ik ga ook gewoon in. Wacht op mij. Je bent zo druk. Oké, sorry. Het is gewoon zo druk. Oh, wacht. Ik heb nog niet zoveel gepraat in de kruisde wedstrijd. Sorry mensen dat ik niet zoveel gepraat heb tijdens de wedstrijd. Ik was geconcentreerd en voor de troost ga ik nu even mijn paard. Om het goed te maken. Gewoon. Hoop ik dat het even 3 wordt. Oh nee, ik wil ook nog die andere paardjes trainen. Oké, dan gaan we gewoon de let's play afsluiten. Ja. Dat is wat we gaan doen, hè. De let's play afsluiten. Hij verandert niet meer van kleur. Dat vind ik wel jammer. Uiteindelijk vallen ze nog best tegen deze paarden, zou ik zeggen. Ze zijn echt heel cool of zo, maar ze lijken echt cool. En in je homestable zijn ze ook echt heel leuk. Maar ze zijn ook echt wel best wel snel. Dat zeg ik wel. Maar als je echt van die kleurtjes houdt, dan is het geen aanrader, want hij doet het niet. Hij heeft geen kleur buiten. Kijk maar, overal niemand heeft een kleur hier. Magie. En uiteindelijk heb je wel genoeg van die magie. Kijk, dit is Blue Magic. Dit is nou echt Blue Magic. Blue Magic, luister. Blue Magic. It's Blue Magic. It's Blue Magic. Ik vind het zo magisch veel mooier. Maar ja, niks aan te doen. En een zilver green. Oh, daar. Dragondale. Kom. Ik heb echt geen bijnamen voor deze paardjes. Dus voor Dragondale heb ik geen bijnaam. Nee. Dus zet in de reacties welke bijnaam voor Dragondale. Voor Rainbow.
Rainbow Cloud heb ik ook geen bijnaam. Dus zet er ook even een bijnaam voor in de reacties. En voor Blue Mudge, ik heb ook geen bijnaam. Want Blue vind ik niet leuk. Of Red bij dit paard. Of Purple bij die andere. Vind ik dus niet leuk. Dus doe niet zo. Dus. Maar gewoon echt andere leuke namen. Bijnamen. Dus ja, succes! En zet in de reacties. Oh, ik vind deze wel mooi. Zo, en dan ben je spulletjes om. Daar ben ik wel echt blij mee. Ze zei, ik kan natuurlijk nog geen IJslander kopen. En heeft het dan wel een soort van... Wat is dit? Hallo, als dit is basiscijfer, dus dan die kan weg. Oké, dan doen we het zadel op. En dan doen we het hoofd om. Dan doen we een strikje om. Dan ben die erin. Maar ik wil wel zeggen dat je als je geen beestjes hebt, dan staat het niet echt leuk, vind ik eerlijk gezegd. Oké, let's go. Maar dat is mijn mening. Oké, ik ga de Let's Play hier afsluiten. Ik hoop... Wow, niet daar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei! En vergeet niet die bijnaam in de reactie te zetten. Doei!